Welkom bij de derde les van Flip the Classroom. In dit filmpje gaan we kijken hoe we een hand natekenen. Handen zijn vrij belangrijk als productontwerper, dat je die goed kan natekenen, omdat je die ook om producten heen moet zetten als je een productpresentatie gaat maken. Vandaag gaan we laten zien hoe we dat doen. We gaan weer een bestand openen. Ga naar File en Openen en dan pakken we uit het juiste mapje het bestand handvat vast. Dan zie je dat je hem gelijk opent in het juiste document. We kunnen hem dan nog even opslaan onder iets anders. Save as zeggen we dan. En dan zeggen we hand en joystick. En dan zeg je opslaan. Is allemaal goed? Prima. Het is wat klein, dus we maken hem weer wat groter. Trekken er weer aan een van de hoeken met shift ingedrukt, zodat hij in proportie groter wordt. Het zal een deels overtrekken zijn, maar er zitten ook nog een paar handigheidjes in die toch wel wat lastiger zijn dan ze lijken. We gaan even inzoomen. Soms maakt dat gewoon makkelijker. En dan pakken we de pen tool weer. Dan beginnen we op een punt en gaan we alle vingers overtrekken. Volg de outline. Eigenlijk ga ik nu te ver, hè? Want je kan ook gewoon de buitenkant van de hand volgen. Dus altijd even zoeken hoe je dit gaat doen. Wil je een vinger los kunnen weken van de rest of wil je het in zijn geheel overtrekken? Daar moet je even goed over nadenken. In dit geval kunnen we het best aan elkaar maken. Dus doe ik even Ctrl-Z, ga ik terug naar het laatste punt en dan pak ik hem hier op. En zo gaan we verder met de buitenkant van alle vingers. Je ziet, het zijn flauwe bochten, dus dan pakt hij hem vaak toch wel in één keer. Zo kun je hem helemaal af. Ik vind het nu wat storend dat die vulling aanstaat, dus die zet ik weer even uit. De vulling staat voor, druk ik op het knopje met de streep er doorheen en is hij weg. Dan ga ik de vingers zo afmaken. Het zijn iets steilere bochtjes, dus je zal die misschien niet altijd in één keer pakken. Om het dan extra mooi te doen, kun je dat beter in twee keer bijvoorbeeld doen. Nou, hier zit wel een soort van gat tussen de vingers, dus volg dat gat. Stukjes recht zijn, kun je ze op zich wel recht trekken. Maar soms zit er toch nog eigenlijk wel een kleine ronding in. En dan is het net even wat mooier om toch die ronding erin te maken. Nou. En dan sluiten we hier de vorm. Op het moment dat we nu... dit is één vorm. En we gaan dat bijvoorbeeld een kleur geven. Dan zal je zien wat er gebeurt. Vulling staat voor. Gaan we een beetje een soort van huidskleur zoeken. Dat kunnen we doen door de kleuren zo in te stellen. Nou, het is iets rozeiger. Je kunt nog even hier bij deze waaiers kijken. Dan zie je ook dat je nog wat verschillende hoeveelheden qua kleur erin kan doen. Soms kan er wat meer wit in of soms kan er wat meer grijs in. Nou, ik hou hem eventjes zo. Dan zie je eigenlijk dat het één soort grote roze wolk is geworden. Je ziet geen details, niet waar de vouwen van de handen zitten en je ziet ook niet waar de nagels zitten. In dit geval is dat wel handig, omdat het anders toch niet helemaal op een hand lijkt, maar meer op een soort stompje. Daarvoor moeten we weer eventjes de vulling uitzetten. Zet de vulling weer uit. En dat betekent dat we ook de nagels nog even moeten overtrekken. Nou, het is niet zo'n, het is een plaatje waar, niet, waar de resolutie niet heel hoog van is. Dus het is soms een beetje gokken waar die nagels ophouden en beginnen.
Maar dat kunnen we later ook nog bijwerken als het een beetje gek staat. En dan ga je zo, heb je een nagel. Ik vul hem nog even niet. Dus je ziet wel dat hij verdwijnt dan. Het is misschien wel handig om even een lijn te geven, dat je nog wel weet dat er een nagel zit. Zie je ook gelijk hoe die loopt. Gaan we ook nog even die andere tekenen. Soms is het maar een heel flauw bochtje. Maar dat is toch wel net even wat mooier. Je kan af en toe ook best een beetje smokkelen en die nagel maken zoals jij het zelf mooi vindt. Voorkom al te scherpe hoeken. En dan de laatste. Nou, die is heel moeilijk te zien. Dus het is een beetje gokken hoe die zit. We doen het even zo. We kunnen hem later ook nog altijd aanpassen. Nou, dan zitten de nagels erop. En dan zie je ook dat je hier nog een aantal vouwen hebt in de vingers. Ook die zijn handig om eventjes over te trekken. Dat hoeven eigenlijk alleen maar lijntjes te zijn. Dus trek een lijn en volg de vouw. Nou, hij zit hem nu in het zwart. Dat is nu voor nu even prima. Dan doe je er een soort vorkje van maken. Hiernaast, waar hebben we nog meer een vouw? Hier hebben we nog een vouw. Ga die ook eventjes nog overtrekken. Maar een heel kleintje. En voor de rest zouden we op zich zo uit de voeten moeten kunnen. Dan gaan we weer even de kleur aanzetten. Dan gaan we weer op zoek naar die kleur. Met het pipetje. Zorgen dat je het grootste gedeelte van de kleur redelijk hebt. Een beetje schuiven, een beetje meer oranje, een beetje roze. Kijk, je kan het natuurlijk ook in grijs doen, hè? Dat is veel neutraler. Maar nu doen we het eventjes een beetje zo. Nou, dan zie je dat die nagels zitten er nu op, hè? Klik die aan, hou even shift ingedrukt, dan kan je ze allemaal selecteren. En dan gaan we die ook een kleurtje geven. Die zijn over het algemeen natuurlijk lichter dan de vingers zelf. Nou, de lijn is ook niet heel mooi om die eromheen te houden, hoeft ook niet. Dus die kun je prima uitzetten. Dan zie je dat je toch de nagels ziet, maar dat ze niet te veel in beeld komen. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik de nagelvorm niet altijd eventjes helemaal mooi vind. Dus die ga ik dan nog even aanpassen. Pak ik het witte pijltje voor. En dan zie je dat er weer van die spalkjes tevoren komen en daarmee kan je hem wat beter trekken in zijn vorm. Nou, kies voor wat taps toelopende nagels en dat het voor de rest wat breder is. Ook scherpe hoekjes wil ik een beetje eruit halen. Het is een beetje, als je dan iets bijvoorbeeld verschuift, geen punt, gewoon Ctrl-Z. Je ziet nu dat je witte balletjes eigenlijk waar je aan kan trekken, die zijn nu gevuld. Die wil ik wit, want anders kan ik ze niet aanpassen. Nu zie je dat ze doorzichtig worden. Nou, dat betekent dat ik ze kan verschuiven. Dan kan ik ze zo in een vorm kneden waar ik wat tevredener over ben.
Dus moet je dan even dubbelklikken met je witte pijltje om ze aanpasbaar te krijgen. Omdat ik anders de hele nagel verschuif. Het is een beetje op gevoel hoe dat zit. Nou, zie ik dat er hier in de vingers zitten eigenlijk ook nog wel wat, dat het niet zo heel netjes zit. Nou, die kan ik ook gelijk nog even aanpassen, omdat ik toch bezig ben. De vingers ietsjes netter lopen. Dat ze wel vingers worden en geen stompjes. Die vouwen in de vingers, die moeten natuurlijk ook niet zwart. Dat is veel te opvallend. Dus ik selecteer ze weer even allemaal door shift ingedrukt te houden. En dan kun je bijvoorbeeld ook wit kiezen. Nou, hier zie je dat de lijndikte, die kan je hier aanpassen. Dan kan je wit naar voren halen. Je kan ze ook hier aanpassen. Hier kan je meer zeggen van dat je iets niet wil. Hier kan je zeggen dat je een kleur wil. Nou, dan zeggen we, maak die ook maar wit. En als we dan uitzoomen, zie je dat het eigenlijk meer vingers zijn. Ik kan me wel voorstellen dat je ook zegt van ik wil er nog meer losse vingers van maken. Dan kan je ook nog meer streepjes toevoegen. Dus bijvoorbeeld tussen de vingers. We laten het even voor nu zo. Je kan er zoveel detail aan toevoegen als je zelf wil. Dan gaan we verder met de duim. Die trekken we ook helemaal over. Tot nu toe is het op zich nog gewoon een overtrekwerkje en gaat het meer over het gevoel van vorm dan over de behendigheid in skills. Maar die komen zo nog. We zeggen wel dat de hand hier even stopt voor het gemak, maar die kan je natuurlijk ook langer maken. Je hoeft je niet per se aan het plaatje te houden wat dat betreft. En dan houdt hier de hand op. Het is op zich handig om even iets door te laten lopen. Want je ziet dat de hand achter het product verdwijnt. Nou, het product dat we erin gaan verwerken is misschien wel wat breder. En dan wil je niet dat je geen ruimte meer hebt of dat je de hele vorm opnieuw moet doen. Dus we doen het even grof zo. Kan gewoon met hoef je geen lijnen te volgen. En dan pikken we hem waar de lucht weer tevoorschijn komt, pikken we hem weer op. En gaan we hem netjes afmaken. En dan zie je dat je de vorm sluit. En dan heb je de vorm dicht. Dan als we hier ook weer een kleurtje aan geven. Ik zou zeggen, neem dezelfde kleur als de vingers. Dat kun je natuurlijk heel makkelijk weer met het pimpet doen. Oftewel de eyedropper tool. Selecteren we de vingers en dan zie je dat je daar je hand tevoorschijn komt. Nu moeten we nog heel even wachten. Ik zet hem nog even uit. Omdat we ook nog een nagel hebben. Die nagel is ook belangrijk om over te trekken. Omdat het anders toch een beetje een gekke hand wordt. Maar nogmaals, het ligt er maar net helemaal aan hoeveel detail je nodig hebt. Je kan het ook een heel abstracte vorm volgen, maar daar moet de handvorm zich dan op dat moment wel voor lenen. Bijvoorbeeld een uitgestrekte hand is dan wat duidelijker dan een hand waar iets in zit. Nou, dit is ook weer een vormpje. Daar gebruiken we ook weer de pipet voor. Om de nagel te vullen. Even uitzoomen voor het gemak. Alt ingedrukt houden. Dan zie je weer heel de hand in beeld. Dan is het handig om eerst eventjes te zeggen dat de nagel bovenop moet. Doe je door middel van rechtermuisknop, arrange. En dan bring
to the front. Dan zeg je, het is het allervoorste item wat ik getekend heb. Dan gaan we de hand weer selecteren. En die geven weer een kleur. En dan zie je dat de nagel ook echt bovenop komt. Dan klopt er natuurlijk iets niet. Je ziet dat die joystick nu achter een deel van de hand zit. Dat is niet handig. Maar daar wachten we even mee, want we gaan een andere joystick erin fietsen. Want het is een plaatje. Maar dat plaatje zit natuurlijk in die hand verwerkt. Dus die hebben we dan even niet nodig. Ik heb een ander plaatje voor jullie even vrijgemaakt in Photoshop. We gaan ook nog leren hoe dat moet. Maar nu heb ik het even voor jullie gedaan. En dan kunnen we zien hoe we een joystick in deze hand gaan verwerken. Zoom even weer uit. Dan kunnen we iets beter zien wat er gebeurt. Ga naar File. Dan zeg je Place. En dan kiezen we de joystick. En dat is dan een Photoshop bestand. Een JPEG heeft altijd wel een witte achtergrond, dus daar hebben we niks aan. Een vrij bestand betekent dat je echt alleen maar de vorm, de outlines hebt van het product en niet ook een witte achtergrond. Hier zie je wat er gebeurt. Als ik hem dan zeg place, dan zie je dat ik een vrij bestand heb zonder achtergrond. Nou, deze joystick gaan we in die hand fietsen. Het is altijd een beetje de kunst hoe je, of je de goede plaatjes kan vinden. Dus als jij een bepaald aanzicht hebt van een hand, moet je ook zorgen dat je een plaatje hebt die erin past, wat ook een bepaald aanzicht heeft, omdat anders je perspectief niet klopt. Dit is eigenlijk een beetje de kunst van het Photoshop en het illustreren. En oefening baart kunst. Nou, dan gaan we deze joystick eigenlijk in dezelfde richting zetten als de hand. Dat is nu even het makkelijkste. Dus dan kunnen we ook zien dat die joystick van het plaatje, hoe die zit. En dan kunnen we zeggen, zou die er zo in passen? Ik denk het op zich wel, hè? Je ziet dat die mooi alles bedekt. Het volgt mooi de vorm, goed. Joystick is natuurlijk wel helemaal gekanteld, maar dat komt later. Oké, dat is prima. Maar we halen de joystick wel eventjes naar de achtergrond. Zeggen we arrange, send to the back. Nou, dan verdwijnt die. Je ziet natuurlijk dat andere joystick zit in de weg. Dat is een plaatje. Die halen we nu even weg. Die halen we opzij. Dan zie je al, als die verschijnt, dat die vingers er een soort van omheen komen. Je ziet ook dat de joystick een andere vorm heeft. Dus we moeten ook gaan spelen met die joystick goed in die vingers te krijgen. Ook dit is weer de kunst van het illustreren en het photoshoppen. Het lastige hieraan is dat deze vingers zitten natuurlijk voor de joystick, maar de hand verdwijnt deels achter de joystick. Maar ook de duim zit dan weer voor de joystick en dit is één vorm. Dus we moeten eigenlijk die vorm even doorknippen, om te zorgen dat we een deel daarachter kunnen laten lopen en een deel daarvoor. Nou, dan selecteren we hem en dan pakken we de schaar. Nou, bij mij stond die er al, maar bij jullie staat waarschijnlijk de eraser tool, het gummetje. Dan druk je daarop, hou je ingedrukt en staat er je scissor. Dan gaan we even iets inzoomen, anders dan zien jullie het niet goed. Pakken we weer de schaar en dan knippen we waar die hand daarachter verdwijnt. Knip ik hem hierin en dan knip ik hem hierin. En dan zie je eigenlijk dat hier een los deel komt te staan van die hand. Dan zeg ik arrange, send to the back. En dan zie je dat dit deel van de hand achter de joystick verdwijnt, terwijl dat de rest er gewoon voor blijft. Het begint er al iets meer op te lijken. We zien nog wel dat die vingers een beetje raar zitten op die joystick. Dat kan beter, maar dat betekent dat we even moeten gaan spelen met die totale hand groter en kleiner maken. En kijken of we die eromheen kunnen vouwen. Let op, ga niet die vingers los bewegen van die hand, want dan zijn alle verhoudingen zoek. Wat dan de oplossing is dat we ze wel gewoon bij elkaar houden en ze selecteren. Maar we kunnen ze dus niet echt groeperen. Dus pas op
dat als je nu ergens bijvoorbeeld net naast klikt en je dan bijvoorbeeld een nagel deselecteert, dan hoort die niet meer bij de selectie. Maar het is belangrijk dat de hand in totaal kan bewegen. Nou, dan zullen we een beetje moeten gaan schuiven met hoe die hand er goed omheen past. Nou, hier zie je dat die duim niet zo lekker gaat. Misschien moeten we hem nog even iets een beetje meedraaien. We kunnen hem ook nog wat groter maken, kijken of dat helpt. En dan laat ik hem los. Wat je dan ziet is dat die vinger nog steeds niet helemaal lekker erin zit. Die gaan we dan gewoon nog even met de hand aanpassen. Dat gaat op gevoel, want je hebt geen plaatje meer die je dan kan helpen. Dus dan gaan we met het witte toeltje pakken we dan, het witte pijltje, selectietoeltje, gaan we die vinger een klein beetje aanpassen. Tot waar je dat wel. Je ziet dat je dan weer een groter deel van die joystick gaat zien. Even ernaast klikken. Nou, dan zie je ook dat die witte lijnen eigenlijk overbodig raken. Hè? Die andere is misschien wel goed om te laten staan. Die gaan we eventjes ietsjes opschuiven. Dat doen we met het zwarte pijltje. Het witte pijltje zorgt dat hij weer alle kanten op gaat. Het zwarte pijltje zorgt dat hij alleen maar in zijn geheel verplaatst. En dan gaan we even kijken of we die vinger een beetje in het gereel kunnen krijgen. Even inzoomen. Zorgen dat die vinger ook... Nu zit er een beetje een rare bobbel op. Dat gaan we dan netjes maken. Ja. Zit voor een groot deel goed, denk ik. Dat gaan we uitzoomen. En dan denk ik dat die zo op het eerste gezicht best wel oké is. Deze kunnen we even weggooien. Gewoon delete. Dan wil je hem misschien wel recht hebben. Hè? Want de onderkant van het joystick is de juiste richting. Zorg je dat je hem helemaal selecteert. Kan je weer doen met het zwarte pijltje. Of je zegt Ctrl A. En dan selecteert hij alles wat je ziet. En dan kan je hem draaien. Totdat hij... Als je in de hoek gaat staan, zie je dat er een... draaipijltje tevoorschijn komt. En dan kan je hem zo recht neerzetten. Even kleiner maken. En dan zie je zo dat je hand om de joystick heen zit. Nog even één klein detail. Nu hebben we natuurlijk huidskleur gebruikt. Je kan alle nagels zien. Dat is over het algemeen wel te gedetailleerd. Maar toch laat ik jullie even zien. Wat wel veel meer gebruikelijk is, is dat je de hand grijs maakt. Zoals ik net ook al even zei. Ik ga jullie laten zien hoe je dat doet. Dan doe je even Ctrl A. Alles selecteren is wel zo makkelijk. Shift hou je ingedrukt en dan druk je op de joystick. En dan deselecteert die zich. En dan... zie je hier in het schermpje dat hij zegt van oké, welke kleur wil je dan? Hij weet niet welke kleur dit nu is, omdat ik eigenlijk meerdere kleuren heb geselecteerd. Hè. De nagels zijn net een andere kleur dan de hand zelf. Dus dan zet hij daar een vraagtekentje bij en datzelfde geldt ook voor de lijn. Nou, we gaan hem weer uit de brand helpen en zeggen, nou, voor de vulling gaan we voor zwart. Nou, zwart is denk ik veel te heftig. Hè? Je wil een hand is ondersteunend materiaal. Het gaat over de joystick, stel dat je die ontworpen hebt. En dan kunnen we hier zeggen, we gaan hem zacht grijs maken. Nou, dan zie je dat hij in zijn geheel zacht grijs wordt. Hij neemt eigenlijk nu de vingers of de nagels ook mee. Ik denk dat dat voor nu gewoon prima is. Wil je die nou nog wel apart laten zien, dan kan je ze weer apart selecteren en een aparte kleur geven. Je ziet nu alleen dat de lijnen van de vouwen van de vingers nog wel te zien zijn. Ik denk dat dat in dit geval niet zo heel gek is. Maar als je dat nou niet wil, dan kun je ze ook gewoon weghalen door te deleten. Of door dezelfde kleur te maken. En dat kan je ook doen door even ingedrukt, je muis ingedrukt te houden op het
een vierkantje en hem dan naar die lijndikte toe te trekken. En dan krijg je die lijn, zie je die daaronder, die wordt dan eigenlijk ook grijs en dan zie je dat die verdwijnt. En dan heb je gewoon een grijze hand, wat veel abstracter is. En dan worden dus ondersteunend materiaal. Dit is wat wij meestal willen in posters en productpresentaties.